om dan toch ook voor het leven te gaan? Wordt het een uitdaging? Ja, zeker. Meer dan gemiddeld waarschijnlijk. Maar het is niet onmogelijk om ook te genieten van het leven daarnaast. Dat wil ik wel even meegeven, want hè, nou klinkt het als alsof er geen hoop meer is. Want ik moet zeggen, ik ben juist heel blij met mijn keuze. En ik ben nou de slingers aan het ophangen. In mijn geval, maar dat is ook niet bij iedereen zo, hè, zijn er inderdaad ook wel symptomen waar ik geen last meer van heb, wat super fijn is, waardoor het ook een stukje lichter is. Maar zelfs met die dwang, want die is echt KUT, ik geniet ook echt gewoon. Ik heb mijn hondje nu in huis, wat ik zeg, ik dans. Er zijn echt wel, er zitten ook mooie aspecten aan het leven en de vriendschappen die je dan toch, hè, kan behouden. Ik heb een doodswens. Ik ook. Ik ben Isabelle Akkers. En ik ben Hansje Kok. En wij hebben het in de podcast over de wens voor euthanasie bij psychisch lijden. We willen het taboe doorbreken om hier openlijk over te praten. En gaan ook in gesprek met anderen over dit onderwerp. Wij brengen ons rauwe verhaal en je kan ons ook persoonlijk volgen. Dus leef met ons mee en draag met ons samen uit de wens dat euthanasie bij psychisch lijden net zo normaal wordt als bij lichamelijk lijden. Live it! Ja, hij doet het al. Of niet? Ja, hij doet het. Oh, toch wel. Ik krijg normaal altijd zo'n melding van dat ik op iets moet klikken, maar dat is nou helemaal niet. Nee, we zijn al aan het opnemen. Ik denk dat Oh, ik dit er even afknip. ja, doe maar. Dus open maar. Nou, hoi allemaal. wij hebben weer een update, wat ditmaal gaat over de podcast. Namelijk, wij gaan er binnen nu en een aanzienlijke tijd mee stoppen. Ja, maar thans in deze formatie. Ja. Ja. Ja, want jij stapt eruit. Ja. Ja. Ik bedoel, ik heb natuurlijk het afgelopen jaar, maar het zijn eigenlijk 9 maanden geloof ik, dat ik in dat traject heb gezeten, effectief, met aanmelding en alles erbij. Nou, dat euthanasietraject dan een stuk doorlopen en uiteindelijk mee gestopt, zoals jullie allemaal weten. Maar nu ik dan ook voor het leven kies, past het meer bij mij om Stichting Kea van dienst te zijn als fondsenwerver, dan dat ik nog heel veel verdieping inga middels de podcast. Ik vind het wel heel mooi om te doen, maar het past gewoon niet meer bij mij nu. Ik vind ook wel, we hebben echt heel veel prachtige afleveringen straks, hè, als we dit helemaal hebben afgerond, achter de rug, waardoor er een hele hoop informatie alsnog terug te vinden is voor iedereen die dat wil en nodig heeft. Maar het is voor mij gewoon te confronterend om de hele tijd die diepgang weer op te zoeken, hè, over euthanasie of psychisch lijden. Dus ja, ik kies ervoor om te stoppen. Ja, en je had nog wel een paar mensen op je wensenlijstje staan om die nog 1 keer in de podcast mee te maken. En, ja. Ja, uiteraard. Ik bedoel, Menno wilden we terug hebben, Kit wilden we terug hebben. Nou ja, Centrum Euthanasie, ja of nee, dat is een groot vraagteken. Mochten die ooit wel aan de deur kloppen en ik ben al weg, dan kom ik wel weer terug, uiteraard. Want dat is wel, dat is de jackpot. Dus dat zou heel mooi zijn. Nou ja, voor de rest nog even een verrassing. Dat is denk ik wel het leukste, dat het gewoon als verrassingselement nog komt. Die er nog meer komen. Maar Menno en Kit kunnen we wel zeggen, want die zijn natuurlijk al een keer geweest. Ja, en we zoeken ook nog steeds echt wel goede vragen voor ze. Dus ja, als mensen. Ja. Dat zeg maar nog hebben zo van, oh ja, nee, ik heb echt nog een vraag. Hoe gaat zo'n proces nou? Of wie moet je zijn? Of waar moet je zijn? Of wie moet je worden? Of
meer een filosofische vraag van wat is je allerlekkerste gerecht en waar, op welk deel van de wereld zou je dat willen eten? Weet je, voor mij mogen het alle vragen zijn in die range. En die gaan Ja, wij dan vooral die stellen. vraag inderdaad. Ja, wat zou het voor jou zijn, jouw lievelingsgerecht, op welke plek jij dat zou willen eten op de wereld? Oh. Hele gemene vraag, ze heeft nog niet geluncht en ontbeten, dus nu wek ik natuurlijk wel iets op. Oh, ik denk het trouwens wel weet. Nou, ik zou graag sardientjes willen, van die grote sardientjes die ik vroeger als kind in Cadiz, Zuid-Spanje, op had. Maar dan zou ik ze wel op een andere plek willen eten, namelijk Gran Canaria. Oké, maar het is wel Spanje gerelateerd. Ja, alleen die sardientjes van daar, die zijn net wat groter en wat verser en wat lekkerder dan waar je ze ook kan vinden. Want het waren echt de beste sardientjes ever. Cool. Ja, leuk. Ja, en jij dan? Ja, ik vraag het me af. Ik heb zo ontzettend veel gerechten die ik echt onwijs lekker vind. Dus dat. Je moet wel kiezen. Ik heb het net ook gedaan. Ja. Ik denk dat ik zeg maar die ene hamburger die ik ooit gegeten heb, ergens in Polen, na een busreis van 24 uur. En echt aan zo'n klepje, dat is echt zeg maar zo'n wegdingetje. Waarvan je eigenlijk zegt, blijf er ver uit de buurt. Maar die was zo lekker. En waar zou ik die het allerliefste opeten? Ik denk aan boord van een zeilschip. Oh jee. Wat? Word je dan niet kotsmisselijk? Ja, ik niet. Ik ben erop groot geworden. Dus ergens aan boord van een zeilschip, denk ik. En dan als je zo'n hele pittige dag hebt gezeild, weet je wel, hoog aan de wind, weet je wel, echt gewoon met de natuurkrachten bezig, dan heb je zo'n trek. En dan die hamburger, nou, dat lijkt me echt ultiem. Ik had nou nog geen trek hoor. Nee? Nee. Nee? Nee? Geen trek? Nee. Dus het is zo jammer hè, dat je niet even gewoon om de hoek woont. Dat je dan zegt, nou, buurvrouw, kom maar even langs. Ik heb hier nog verse appeltaart staan, weet je wel. Yummy. Ja, dat. Maar ja, het is best wel een eindje uit elkaar. Ja, nee, ik denk dat ik straks gewoon lekker naar de supermarkt ga. Broodjes scoren. Ja? Ja. En wat is dan je ultieme beleg? Ja, weet niet, gewoon ham-kaas-croissantje of zo. Oh ja. Want het avondeten komt er ook bijna aan, hè, min of meer. Dus dan moet je ook weer niet te veel eten. In jouw geval maakt dat niet uit. Ah, nou, dat is een discussie voor later. Niet voor nu. Ja. Nee, dus als je dus een leuke vraag hebt over, nou ja, weet je, zelfs als je nog een vraag hebt aan Isabel, bijvoorbeeld over wat voor een supermarkt spullen ze meeneemt, zichzelf zeg maar te laten ontbijten of lunchen. Ik bedoel, dat kan ook. Want, Nou, en überhaupt over vragen gesproken, want dat wou ik nog wel even aangeven. Ik heb dus trouwens wel mijn YouTube-kanaal opgeschoond. Want hè, ik had in de vorige aflevering volgens mij aangegeven of een keer gezegd van, dat het allemaal bewaard bleef en mijn Instagram-account ook. Uiteindelijk heb ik toch besloten, omdat ik doorga, dat dat opgeschoond moest worden. Maar mocht er nou hè, een lotgenootje zijn of een professional met wat voor vraag dan ook voor mij omtrent het euthanasietraject of het psychisch lijden, ben ik nog altijd wel via mijn mail bereikbaar. Dat mag altijd nog wel, want ik ben nog wel hè, ook voor Stichting Kea werkzaam als fondsenwerver, omdat ik nog steeds wel voor dezelfde missie sta als voorheen, maar dan meer op de achtergrond. Maar ik ben altijd voor vragen nog bereikbaar. ja, je blijft ervaringsdeskundig. Ja, precies. Dus dat is inderdaad, dat was wel even een goeie dat je dat opgooide, want dat was ik bijna vergeten. Ja. Zijn er nog meer dingen die we eventjes willen bespreken? Hebben we iets in het nieuws gehad wat zeg maar behoorlijk traumatiserend is, waar we het over willen hebben? Nou ja, jij volgt het nieuws. Ik volg het nieuws gewoon. Erg, hè? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat er best wel. En ik weet niet of jij dat dan ook hebt, dat je
als er iets op televisie dan toch komt wat triggert, dat je dan extra getriggerd wordt. Ik weet niet of je mee hebt gekregen, maar Ali B. is natuurlijk nog niet veroordeeld, maar heeft een strafeis gehoord deze Ja, week. ik heb het toevallig op de radio gehoord. Ik volg eigenlijk geen nieuws, juist vanwege die redenen die jij net opzomde. Maar ja, ik heb het op de radio gehoord, ja, van Ali B. En dat was wel dat ik dacht van, jeetje. Nou, wat ik gewoon ontzettend ingewikkeld vind, is dat in mijn wereld, zeg maar, is het heel normaal hoe het gaat. Dat je pas na 10 jaar aangifte doet, of dat je, ja, dat je er eigenlijk niet voor uitkomt, of dat je denkt, nou, ik hou mijn mond er maar over. Ja, weet je, of zelfs als het gebeurd is, dat je dan toch maar weer heel keurig naast iemand in de auto gaat zitten. Terwijl, ja, weet je, een gezond verstand zou zeggen, nou, dat moet je niet doen. Maar je bent gewoon alleen maar bezig met overleven. Ik hoop dat ik hier veilig uitkom. En Ja. ik heb toch weer om me heen zoveel mensen, zeg maar, eigenlijk gehoord die bezig waren met victim blaming. Van ja, nee, het slachtoffer, het zal het wel verzonnen hebben. Ja, nou ja, het is een BN'er, dus dan wil je gewoon een valse aangifte doen. Dan krijg je lekker geld wat je eraan overhoudt. Dat soort dingen allemaal. Dan denk ik, jeetje, hoe ver zijn we nog af van het normale besef van hoe het werkt met seksueel misbruik? Ja. Ja, het is, nou ja, daar kan je veel over zeggen, inderdaad. Ja. Denk je dat het bij jou ook? Nou ja, weet je, zeker. Maar dat is ook precies de reden dat ik eigenlijk dit allemaal niet had willen meekrijgen. Maar ja, dan heb je inderdaad in de auto heb je radio opstaan. En dan krijg je op een gegeven moment het nieuws. En ik spoel dan meestal door naar een andere zender of zo. Alleen dit bleef toevallig aanstaan. Ik weet niet waarom. Misschien was ik wel even met iets bezig of zo op de weg. En toen hoorde ik opeens die naam. En toen dacht ik, oh, dit wil ik eigenlijk niet horen. Want ik weet nog wel, toen het zeg maar net uitkwam met wat voor praktijken die bezig was. Of waar die zich mee bezig hield. Nog beter verwoord. Want je maakt maar niet wijs dat die mensen dan daar zomaar mee stoppen. Ja, ik werd daar toen kotsmisselijk van, letterlijk. Gewoon echt fysiek. Dat je niet denkbeeldig, maar dat ik echt dacht van, nou, dat je er gewoon kotsmisselijk van wordt. Dus toen ze zeiden van dat hij mogelijk 3 jaar zelfstraf zou krijgen, toen dacht ik van ja, dat is leuk, 3 jaar. Maar dan zijn er 3 jaar om en die zijn relatief snel voorbij, want wat is nou 3 jaar? En dan, weet je wel, dus ik begon daar al over na te denken. En maakt dat dan hetgeen wat hij heeft gedaan weer ongedaan? Dat is dan vraag 2 die bij mij opkomt. Dus ja, ik denk er een hele hoop bij. Nou ja, het vervelende is dat we weten dat daders over het algemeen slachtoffers waren in hun jeugd. Ja. Dat is dan misschien wel zo. En oké, dit bedoel ik niet gemeen of zo, hè? Maar kijk, tuurlijk vind ik dat naar als die mensen zelf zoiets hebben meegemaakt of dat dat hun is overkomen. Tuurlijk is dat heel erg KUT. Maar het maakt het nooit goed. Als je dat bij een ander ook doet. En ja. Nou, ik vind dat dubbel. Het is altijd dubbel. Dat is het nadeel van dit soort dingen. Je ziet, zeg maar, achter zo'n monster zit ook een mens. En achter het slachtoffer zit een mens. En als we het Ja. slachtoffer, want we zien een slachtoffer en we gaan daarop af. We vergeten de mens. En bij de dader gaan we erop af dat die dader is en we vergeten de mens. Het zou wel mooi zijn als we buiten dus de dingen die er zijn, dat we dan de mensen er wel weer achter gaan zien. De strafeis trouwens is heel matig, heel laag. Voor Ja. iemand die waarvan min of meer toch gezegd wordt: twee verkrachtingen, twee aanrandingen. Ja. Een strafeis van 3 jaar is, nou, coulant.
in Dat ons land. vind ik ook. En waarschijnlijk omdat hij een BN'er is. Dat weten we zeker. En waarschijnlijk, tenminste, daar ga ik maar van uit. Maar misschien is het wel heel kort door de bocht. Misschien is er ook nog wat flink wat geld tegenaan gesmeten. Want het is gewoon een heel lage straf. Ja, ik heb geen idee. Of daar, ik ga ervan uit dat ons rechtssysteem niet te koop is. Ik wil zo naïef zijn. Ja, nou, dat wil ik ook wel, maar ik vind het niet logisch. It doesn't add up. Ja, ik weet niet wat ze erin meenemen, hoe ze het erin meenemen en hoe ze tot de strafeis zijn gekomen. Maar een strafeis is ook nog niet een veroordeling, hè? Dus we zijn nog niet zo ver. Nee. Nee, nou ja, weet je wat ik dan maar wel hoop? En dat is inderdaad het enige wat ik echt effectief wel over zou kunnen zeggen. Zelfstraf is natuurlijk leuk en aardig. En nogmaals, je kan het niet ongedaan maken, want het blijft. De schade blijft gewoon. En dat zal de rest van het leven van die persoon die daardoor geraakt is, gewoon blijven. Therapie of geen therapie. Maar ik hoop dat er bij hem dan ook wat educatie of een bepaalde vorm van dat hij misschien een inzicht gaat krijgen in wat voor gevolgen zijn acties hebben. Want natuurlijk begrijpt hij dat hij in de cel belandt, hè? Maar wat voor een consequenties heeft het voor de persoon? Dat hij daar in ieder geval een gevoel bij krijgt. Want wat ik nu hoor van andere mensen die wel inderdaad effectief het nieuws volgen, is dat hij ontkent. En dat is dus totaal nog geen inzicht hebben in de situatie. En ik hoop dat hij die dan wel gaat krijgen. Op Ja. zijn minst. Wat had jij gewild? Jij hebt de dader ook nooit aangegeven. Nee. Nee. Ja. Ja, want wat wil je als slachtoffer zijn? Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik bedoel, het liefst wil je dat het niet gebeurd is. Dus in die zin, ik denk niet dat ik. Maar dat is puur ik, hè. Ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet beoordelen wat hij wel of niet wil van iemand. Maar ik hoef daar niet per se iets van. Want ik had liever gewild dat ik de schade niet had. En nu heb ik de schade, dus ik hoef niet per se iets van die man. Want hij kan toch niks doen, in mijn opzicht dan, hè. Om dat weg te halen. Dus het enige wat ik wil is rust. Nou, dat heb ik. Dus wat dat betreft, dat is fijn. Maar ja, ik kan me wel inbeelden dat er dan misschien andere slachtoffers zijn, hè, die wel iets willen. Misschien wel iets van de verontschuldiging. Of inderdaad, hè, inzicht in de situatie is ook fijn. Maar ik weet in ieder geval bij de persoon die het bij mij heeft gedaan, die gaat nooit het inzicht krijgen. Dus ook die hoop of wens heb ik al laten varen. Dus ik denk ook dat het puur afhankelijk is van de situatie en de persoon. Ja. Ja, wat ik eigenlijk gewoon vooral hoop is dat we leren als maatschappij niet te oordelend te zijn. Dus dat we niet de slachtoffers, zeg maar, gaan victim blamen. Van joh, dat is nog steeds aan de gang dat we dan zeggen van ja, nou dan had je niet in de auto moeten gaan zitten. Of dan had je sneller aangifte moeten doen. Of je had er eerder over moeten gaan praten. Of, weet je wel, dat is allemaal neerleggen bij het slachtoffer. En ja. Ik zou daarin gewoon vooral een verandering zien. Dat als iemand zoiets vertelt oprecht van joh, dit is er bij mij gebeurd en dit, zo heb ik het ervaren. Dat iemand oprecht zegt wat naar voor je. Ja. Ja. En dan, weet je, dan maakt het nog niet uit of het 100% onder zeg maar alles valt. Maar dan is het gewoon van joh, wat vervelend voor je. En ik wil naar je luisteren. En Ja. wat kunnen we voor je doen? En weet je, ik heb dus wel proberen aangifte te doen. En ik ben binnen geweest bij de politie en ik heb mijn verhaal een soort van gedaan. Maar ook daar werd meteen victim blaming neergelegd. Dat was meteen, je zult wel uitgelokt hebben. Je had toch een relatie? Het is jouw woord tegen het zijne. Waar denk je dat je aan begint?
Je maakt iemand kapot. Weet je dat zeker dat je dat wel wil op deze manier? Want misschien heb je het wel helemaal niet bij het juiste eind. Nou, zo heeft de politie op mij ingepraat. En dan denk ik van ja, ik hoop dat we daar een keertje voorbij gaan komen. Dat als vrouwen of meisjes of jongens of mannen zeg maar aangifte gaan doen, dat we dan in ieder geval gaan zeggen, laat ik ze eerst oprecht luisteren. Ja, precies. Al is het gewoon alleen maar echt luisteren, hè, dat zal op zich al een vooruitgang zijn. Dan hoeven ze niet per se een reactie te geven. Vandaag heeft ze dus een reactie. Maar we kunnen gewoon starten met, of ja, ze zouden kunnen starten met gewoon luisteren. Ja, en wat mij betreft hoeven ze ook niet Ali meteen door de drek te gooien. Want weet je, dat vind ik het tegenovergestelde. Ik bedoel, natuurlijk wil dat hij zijn straf krijgt, maar hoeft niet door de drek. Nee, nee. Want dan denk ik, ja, dan gaan we eigenlijk precies hetzelfde doen. En dan gaan we hem een soort van, ja, eigenlijk slachtoffer maken van ons systeem. Dat we hem dus weer door de drek gaan gooien. En dan kan hij zeggen, ja, jullie hebben hem wel door de drek gegooid. Ja. Nee, dat hoeft nou ook weer niet. Ik vind wel dat hij ervan moet leren. En dat er, hè, wat ik zeg, dat die 3 jaar celstraf is mooi, of hè, als dat gebeurt. Maar enerzijds is dat, wat mij betreft, heel erg aan de lage kant het aantal jaren. Maar ja, dat dan effectief in die 3 jaar, dat er dan wel iets gebeurt. Van, ja, wat ik zeg, educatie, training. Zijn vast wel van die dingen aanwezig, toch? Neem ik aan, van die maatregelen. Maar dat hij dat dan ook erbij krijgt. Want anders dan. En dat is niet alleen voor hem geldend. Maar andere mensen die zeg maar het soortgelijke doen. Die worden dan gewoon weer teruggegooid in de maatschappij. En dan is het gewoon weer. Dan begint alles weer van vooraf aan. Dan met andere nieuwe slachtoffers. Ja, dan schiet je je doel voorbij, lijkt mij. Zeker. Ja. Dus Moet dat ook af is en toe wel even denken aan de kinderen van zowel zeg maar de slachtofferskant. Ik weet niet of die kinderen hebben, maar ik weet dat Ali B. bijvoorbeeld wel kinderen heeft. Weet je wel? Papa ja. zit meteen in de gevangenis. Ja, dat lijkt me ook wel wat, ja. Mijn papa was een vieze man. Ja. Ja, daar moet je ook niet te diep over nadenken. Ja, raar, hè? Maar dat zijn allemaal van die dingen die dan allemaal door mijn hoofd heen schieten. Ja, nee, zover had ik hem nog niet doorgedacht, maar ja. Ja. Wat ik wel altijd heb als ik dit soort verhalen hoor, is dat ik me gewoon weer vies voel. Klinkt dat raar? Nee, want ik heb momenteel ook. Daarom zeg ik, laten we naar een ander onderwerp switchen. Want anders gaan we hier veel te diep op in. Ja, nou ja, aan de andere kant. Ik denk, als wij dit al ervaren en voelen, dan zullen er vast ook mensen zijn die dit ook ervaren en voelen. Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou ja. Dan moeten we het maar zo bekijken. We staan er allemaal niet alleen voor in dat opzicht. Nee, nee, nee. Er zijn er met ons best wel wat andere slachtoffers. Ik geloof dat een kwart van Nederland ermee te maken heeft gehad. Dus dat gaat goed. Jippie. Nee, dat is hier echt iets om heel blij mee te zijn. Ja, maar daarom zou maar het wel mooi zijn even als het gewoon wat bekender wordt. Weet ja. je wel? Ja, precies. Precies. We gooien het allemaal achter de deur en we praten er niet over. En ja, ik heb ook wel eens iets meegemaakt. Ja, vervelend, weet je wel. En hup, plop. En volgende onderwerp, weet je wel. Ja. Ja. Nee, weet je, zonder dolle. We moeten er allemaal wel over kunnen praten. Hè, mits mensen dat natuurlijk willen. Ik bedoel, ieder heeft zo zijn vrije recht om dat wel of niet te doen natuurlijk. Maar ja, je moet wel de vrijheid voelen om dat wel te kunnen. Dat zeker, want als je dingen gaat opkroppen is ook niet goed. Nee. 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 Ik heb een, hoe heet het nou? Een ja, summit gevolgd over posttraumatische groei. Deze week ook.
En ja, weet je, dus dat het vinden van het bijproduct. Dus stel je voor dat je terugkijkt op in jouw geval jouw weg van ik wil niet meer leven naar ik ga toch leven. In die 11 maanden denk ik dat het geduurd heeft in jouw geval. In die 11 maanden tijd heeft er dus buiten, zeg maar, dan de ontwikkeling van, zeg maar, wat je deed, heeft er ook iets plaatsgevonden, zoals eigenlijk een bijproduct posttraumatische groei. Want je bent wel sterker op dit moment. Als toen ik jou een jaar geleden ontmoette, zat er een hele andere vrouw. Ja, klopt, ja. Ja, want het is inderdaad wel bijzonder, hè? Want eigenlijk hou je wel. Dat kan ik wel meegeven aan lotgenoten die ook in een traject zitten en uiteindelijk ja, nadenken of ze er wel of niet uit willen stappen. Uit het traject, dus niet uit het leven, maar uit het traject willen stappen. Wat uiteindelijk het ding is, je blijft. Bepaalde of alle, maar dat is ook persoonlijk natuurlijk, aspecten behouden van het psychisch lijden. Nou, in mijn geval zijn er een aantal dingen weggepoetst en een aantal dingen blijven, zoals waar we het net over hebben, dat de trauma, dat, weet je, dat gaat nooit helemaal weg. Ik bedoel, het blijft altijd een deel in je zitten. Nou ja, en sommige dingen kunnen misschien wel weggepoetst worden, hè, en dat is fijn. Maar als je dan op een gegeven moment besluit om uit het traject te stappen en toch voor het leven te kiezen, dan zul je dus ook moeten accepteren dat je dus te dealen hebt met de dingen die wel blijven. Dus hè, in mijn geval onder andere dat trauma dan eventjes, dat is makkelijk, maar ook de dwang. Die dingen blijf je toch houden. En dus kies je er ook voor, als je voor het leven kiest, om met die dingen te gaan leven. Want sommige dingen vallen nou eenmaal niet weg te poetsen. Hè? Ik bedoel, je kan sommige dingen misschien wegpoetsen en dan ben je daar vanaf, maar sommige dingen niet. En ja, weet je, en daar moet je dan gewoon mee dealen. Dat zeg ik nu wel zo kort door de bocht, want zo makkelijk is dat nou ook weer niet. Hè? Want ik bedoel, ik ben soms nog wel weer uren kwijt aan mijn dwang nu bijvoorbeeld. Omdat ik nou voor het leven heb gekozen, denk ik van nou, dan kan ik dus weer verder met dwangen. En trauma, dat blijft echt nog wel aanwezig. Ik bots ook op tegen de beperkte belastbaarheid, die ik dan toch blijk te hebben, waarvan ik eerst dacht, nou, die heb ik toch wel een aardig eind opgekrikt. Uiteindelijk blijkt dat ik maar een x aantal dingetjes per dag kan doen, which is fine, maar dan moet je dus wel ook beseffen dat je dus je leven op een zodanige manier moet gaan inrichten, zodat je en plezier kan maken en eigenlijk jezelf niet voorbij loopt met belastbaarheidssymptomen die je dan hebt. Nou klinkt het als één grote nachtmerrie om dan voor het leven te kiezen, maar dat is dus in mijn geval niet waar. Want wat ik zeg, ik had het net over balans zoeken. Als je de balans vindt, dan is het helemaal prima. En wellicht dat je dan minder kan doen als een gemiddeld persoon of iemand die stoornissen niet heeft. Het maakt wel dat je alles extra waardeert wat je kan doen. En soms kan je er ook voor kiezen om jezelf te overvragen. Maar dan weet je ook dat je bijvoorbeeld een week rust moet nemen daarna. En dan heb je wel de tijd van je leven gehad. Dus er zitten echt ook heel veel mooie dingen aan. En bovendien, what doesn't kill you makes you stronger. Vooralsnog leef ik nog. Het is eigenlijk wel grappig. Je had je what doesn't kill you. En je wilde jezelf eigenlijk dood hebben. Dus uiteindelijk heeft het jezelf sterker gemaakt. Ja, ik geloof oprecht dat als je die kracht vindt in jezelf, dan kan je er ook echt wat van maken. En de een heeft natuurlijk meer last van het psychisch lijden dan de ander. Dus dat is echt wat ik zeg, dat is puur persoonlijk. En hoe je zelf die inschatting maakt of de balans opmaakt van kan ik dit wel of niet aan en wil ik het wel. Nou ja. Zoals ik al eerder zei, ik wil dus voor het leven gaan, dus dan moet ik het ook kunnen.
Nou ja, en dan ga je inderdaad nadenken van hoe ga ik om met de symptomen die ik dan nog over heb. Hoe ga je om met belastbaarheid? Hoe ga je om met, nou ja, hoe ga je eigenlijk om met je tijd, energie en je kracht? Dat is eigenlijk hoe je dan een planning moet gaan maken. Heb je eigenlijk nog therapie? Nou, ja en nee. Dat wil zeggen, ik heb over een paar maanden nog een gesprek. En daarna, eind van het jaar, is het een afsluiting. Omdat ik heb eigenlijk alles wel aangereikt gekregen wat ik kan wat ik kan krijgen, zeg maar. En in principe staat er in jouw papieren nu ook uitbehandeld, of niet? Nou, nee, ze hebben dat er niet zo neergezet hoor. Maar nee, omdat ik eigenlijk ook nog in gesprek bij hun zou blijven in eerste instantie ook. En ze zeggen wel, we hebben je alle opties die we je kunnen bieden op het gebied van een borderline persoonlijkheidsstoornis en een bipolaire stoornis. Hebben we je wel kunnen, dat hebben we je wel aangereikt. We hebben vooral gefocust op het bipolaire stuk. Daarin heb ik echt alles gekregen wat ik moest hebben. Borderline persoonlijkheidsstukje had ik nog eventueel naar een ander instituut kunnen gaan voor wat meer specialistische zorg. Maar ook daarin heb ik best wel wat vaardigheden al gekregen hier bij de instelling waar ik nu zit. Ja, wat betreft dwang, daar is natuurlijk nog niks mee gebeurd. Maar dat andere stuk weet ik eigenlijk al wat ik moet doen. En dan is het meer een herhaling van zetten met hun. Dus we hebben echt besloten van ik stop daarmee uiteindelijk aan het eind van het jaar. Als het goed is. Hè, het kan ook best zijn dat het uiteindelijk dan toch nog doorloopt omdat we dan anders besluiten. Medicijnen doe ik niet meer, want ik vind het zonder medicijnen toch fijner. En met behulp van zelfmanagement kom je al een heel eind. Sterker nog, ik kom daar veel verder mee dan met medicijnen, want ik word er vaak naarder van. Eigenlijk doe ik het boven verwachting, want er zijn echt heel veel pieken en dalen, heb ik eigenlijk geen hinder meer van. Gek genoeg, maar misschien is dat ook omdat je dan zelf die balans al aan het zoeken bent. Het enige waar ik effectief wel last van heb, is gewoon inderdaad, die beperkte belastbaarheid, die blijft gewoon een ding. Je kan niet. Even een voorbeeld noemend. Ik ben bijna elke dag wel op de dansschool te vinden 's avonds. En dan help ik een beetje achter de bar, of ik heb danslessen. Nou, allemaal hartstikke leuk en aardig natuurlijk. Maar ja, weet je, als ik dan, stel ik zou op een feestje helpen achter de bar, wat ik ook wel eens heb gedaan, dan heb ik ook echt een paar dagen nodig om weer bij te komen, want dan is mijn energiepeil zodanig gezakt en overprikkeling tot en met dat ik gewoon eigenlijk zou moeten bijkomen. Doe ik dat niet, wat ik vaak ook inderdaad niet doe, dan kan het zo zijn dat ik daarna nog meer tijd nodig heb om bij te komen en heb ik helemaal geen behoefte meer aan mensen in mijn buurt, want dan ben ik helemaal overprikkeld. Dus het is inderdaad wat ik zeg, je moet je echt je balans opmaken dan. Nou, die ken ik ook natuurlijk heel goed. Ja. Dus dat, ik denk dat het voor heel veel mensen heel erg herkenbaar zou klinken. Dat Ja. je gewoon, ja, je hebt gewoon een beperkt aantal energie. Want er gaat heel veel zitten in. Weet je, als we heel gewoon heel simpel gaan kijken. Als je alleen maar je hoofd zou gebruiken, daar gaat, als het goed is, 2/3 van de energie naartoe. Dus je kunt je voorstellen dat als je dus in je hoofd de hele dag bezig bent met een psychiatrische aandoening, dat je dus die 2/3, die put je snel uit. Oh, ja, dat is zeker weten waar. Ja, maar ik vind dan dat moet wel even gezegd worden, hè? Want natuurlijk, er zijn ook mensen die wel doorgaan met het hele traject. Maar als je toch twijfelt ook om voor het leven te kiezen, zou dit je niet moeten weerhouden om die keuze ook te maken. Want wat ik zeg, hè, ik bedoel, het kan heel moeilijk zijn. Het is zeker een hele uitdaging. Maar het is het ook wel de moeite waard als je die keuze dan eenmaal hebt gemaakt. Ja, om dan toch ook voor het leven te gaan. Wordt het een uitdaging? Ja, zeker. Meer dan gemiddeld waarschijnlijk. Maar het is niet onmogelijk om ook te genieten van het leven daarnaast.
Dat wil ik wel even meegeven, want hè, nou klinkt het als een hè, alsof er geen hoop meer is. Want ik moet zeggen, ik ben juist heel blij met mijn keuze. En ik ben nou de slingers aan het ophangen. En in mijn geval, maar dat is ook niet bij iedereen zo, hè, zijn er inderdaad ook wel symptomen waar ik geen last meer van heb. Wat super fijn is, waardoor het ook een stukje lichter is. Maar zelfs met die dwang, want die is echt KUT. Ik geniet ook echt gewoon. Ik heb mijn hondje nu in huis. En wat ik zeg, ik dans. En hè, er zijn echt wel. Er zitten ook mooie aspecten aan het leven. En de vriendschappen die je dan toch hè, kan behouden. Want aan gene zijde had ik daar niks meer aan gehad. En nu kan ik gewoon lekker nog met iedereen een borreltje doen of een wandelingetje maken. Nou, ik ben op zoek toch naar enigszins een kleine vorm van werk. Gewoon omdat dat leuk is om te doen. Hè, wat ik zeg, met mate. Maar je wilt toch iets doen. Er is zoveel moois in het leven. Je kan reizen maken. De wereld die je staat dus ook gepland hebt. Ja. Want je gaat ook nog op vakantie. Ja, ja, klopt. Dus op motorreis. Ja, dus weet je, er is altijd hoop, linksom of rechtsom. En of je nou wel of niet kiest voor het leven. Maar als je al kiest voor het leven, don't be afraid. Want oké, dat ben ik dan ook, maar... be afraid and do it anyway. Ja, nou, dat wou ik zeggen. Want het zou zonde zijn als je denkt van... Nou, ik wil toch stoppen met het euthanasietraject en het dan uiteindelijk niet doet en toch doorgaat met de euthanasie, terwijl je eigenlijk voor het leven wou kiezen. Ja, weet je, er zijn nog zoveel opties om toch een modus te vinden om er ja, wel iets van te maken. Ik bedoel, ik ben blij dat je hier zit, hoor. Mooi. Ja. En straks zit je hier niet meer, want dat is natuurlijk de mededeling die we vandaag deden. Je stopt met in ieder geval host in deze podcast. Ja, ja. Nou, dat is inderdaad ook een consequentie van als je dan voor het leven kiest, dan wil je ook wat minder, tenminste ik wil wat minder bezig zijn hiermee, inhoudelijk gezien dan. Ja, nou ja, tenzij hè, het expertisecentrum euthanasie nog eens een keer om de hoek komt kijken voor een aflevering, dan ben ik weer terug. Want nogmaals, dat is de jackpot. Oh, maar het kan zomaar zijn dat we na een half jaar, als de podcast toch doorgaat, ik ben daarover aan het nadenken, dat we je dan als gast uitnodigen. Nou, kijk, dat zou heel tof zijn. Een half jaar later, met Isabel. Ja, ja. Ja, sounds perfect. Ja. Maar goed, dat was eigenlijk de podcast voor vandaag. We gaan dus nog op zoek naar de laatste kandidaten die op jouw bucketlistje staan. En die gaan we nog interviewen en daarna zwaaien af. Ja. Dan wuiven we je het leven in. Ja, ja en nogmaals, want dat vind ik wel heel belangrijk. Als er vragen zijn, dan mogen die altijd gewoon nog steeds gesteld worden. En ik ben natuurlijk nu ervaringsdeskundige voor het leven kiezen na het traject, dus ook daar mogen vragen over gesteld worden. Ja, het is gewoon belangrijk dat mensen nog steeds, als ze steun of hulp nodig hebben, dat ze weten dat dat mogelijk is. En ja. Ja. En het is ook niet zo dat als er iemand bij jou komt en zegt, ja, maar ik wil echt dood, dat jij dan zegt, nee hoor, je moet kiezen voor het leven. Nee, absoluut niet. Want ik vind elk verhaal anders. En ik geloof ook, maar ik meen dat Menno dat ook heeft gezegd. Of misschien gaat hij dat nog wel zeggen in onze podcast. Maar maakt ook niet uit. Weet je, elk verhaal is anders. En elke persoon is uniek. En de een heeft gewoon dat het lijden inderdaad blijvend ondraaglijk is. Ja, ik vind dat trouwens ook een domme verwoording. Want ik moet heel eerlijk zeggen, als ik het zo bekijk. Hè, want nou zeg ik dat mijn lijden dan niet meer ondraaglijk is. Dat moeten we even corrigeren, want dat klopt niet helemaal. Want eigenlijk blijft het ondraaglijk. Alleen je kiest ervoor om met het ondraaglijk lijden te leven.
Ik denk dat je het zo beter kan verwoorden, want anders dan klopt het gewoon niet. Nee. Ja, het, ik... je blijft eigenlijk, dat is het ding, je blijft het lijden behouden, maar je kiest ervoor om dat lijden te dragen. En maakt dat het dan niet meer ondraaglijk? Dat is inderdaad een hele mooie filosofische vraag voor een volgende aflevering. Nou, het gaat erom dat het uitzichtloos. Dat is het woordje waar, zeg maar, natuurlijk ondraaglijk en uitzichtloos. Ja. Ja. Ja, en nou ja, kennelijk ook... heb jij een vorm gevonden waarin het niet uitzichtloos is, maar wel lijden is. Ja. Nou, maar ik vind nog steeds dat bepaalde aspecten nog steeds ondraaglijk zijn. Want bijvoorbeeld die dwang. Ja, weet je, schiet mij maar lek. Op die momenten. Dan zijn we weer terug bij je af. Dan ben je toch dood. Ja, nou ja, weet je... Ik vraag je toch weer hulp bij zelfmoord. Ja, nee, ja, precies. Ja, nee, dat gaan we niet doen. Maar ik denk gewoon dat mensen zijn zo sterk en we zijn zodanig gebouwd dat we niet zomaar kapot te krijgen zijn. Dus zelfs hebben ook bijvoorbeeld mensen met een fysieke of een lichamelijke ziekte waarbij het gewoon echt niet te doen valt. Sommige mensen die blijven desondanks dus nog steeds leven en die creperen van de pijn. En dat is ook ondraaglijk lijden. Ja, je kiest gewoon bewust om daarmee te leven. Dat is denk ik de eindconclusie. Ja, omdat je het niet meer ziet als iets uitzichtloos. Mag ik die in twee delen knippen? Ik denk dat je het leven niet meer als uitzichtloos ziet. Maar de ziektebeleving, die blijft nog steeds uitzichtloos. Want als je mij vraagt over de dwang, ik zie mijzelf niet beter worden, al word ik 80 dwangmatig. Ik zie dat nog steeds als één, hoe noem je dat? Eindeloze stroom van ellende. Weet je, dat blijft niet. Dat blijft nog steeds voor mij uitzichtloos. Alleen wat voor mij niet uitzichtloos is, zijn bepaalde dingen waar je voor wil gaan in het leven of zo, waardoor je die uitzichtloosheid meeneemt of incalculeert. Ja. Snap ik bedoel? Mm-hmm. Maar ja, dat is een grijs gebied. Ik denk dat daar valt over te twisten. Maar zo zie ik het. Kijk, een ander voorbeeld is inderdaad dat stukje borderline persoonlijkheidsproblematiek. Dat is voor mij niet meer uitzichtloos. Want ik heb daar best veel van weg weten te poetsen. Dus in die zin klopt die weer wel. Mm-hmm. Ja. Maar ja, dan blijf je dus zitten met de dingen die dus wel blijven. En die zullen altijd blijven. Ja, of niet. Want dat weet je ook niet. Want jij dacht ook, ik blijf altijd bipolair. Ja, maar ja, dat is waarschijnlijk een foutieve diagnose. Want daar kom Maak je niet uit. Want uiteindelijk heb jij bedacht dat jij altijd bipolair zou blijven. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar dan stuit je toch nog even op die beperkte belastbaarheid. Want er valt een hele hoop weg te poetsen inderdaad. En wat ik zeg, ik kan prima met mezelf leven. Al valt de hele wereld weg, dan nog ga ik door. Dat heb ik inmiddels al besloten. En dat kon ik vroeger nooit. Van mezelf houden uit en boze. het was enkel zelfhaat en dan in het kwadraat. Mensen vertrouwen, homaar. Maar goed, wat was mijn punt nou? Ik wou wat zeggen. Ja, ja, dat ondanks al die dingen, zeg maar, ondanks misschien wel uitzichtloos, dat het zeg maar, dat je ervoor kiest om door te gaan. Ja, maar inderdaad, wat ik zeg, dus die zelfhaat is weggepoetst, maar dan beperkte belastbaarheid blijft. En dat is dus, dat blijft nog steeds KUT, want je kan nog steeds niet functioneren als een gemiddeld persoon, of als dat je zou willen. Want ik ben nou dan op zoek naar die baan, en dan denk ik van ja, maar fulltime werkweek gaat hem dus gewoon niet worden. Dat wordt hem niet, parttime, dat gaat misschien net lukken.
Dus je loopt weer tegen jezelf aan. Dan kan je zoveel wegpoetsen als dat je wil. Maar je blijft, in ieder geval, voor nu blijf je gewoon tegen jezelf aanlopen. Ja. En dat is Ja. natuurlijk ook wel, dat kan je ook zien als een uitdaging, hè? Want ik bedoel, natuurlijk is het allemaal heel vervelend, maar ik probeer het dan ook maar te zien als van, nou ja, waar kunnen we dan de balans gaan opmaken en hoe kunnen we dat dan weer het beste invullen? Dat is dan wel weer ook het leuke ervan. Ergens. Nou ja, weet je, ik denk altijd dat er een. Dat heb ik wel eens uitgelegd, dat er een heel deel in ons gewoon gezond is. En dat gezonde deel kun je, zeg maar, versterken door alles wat eigenlijk als beschermingsmechanisme in je leven staat, daarmee te leren omgaan. En Ja. dwang is een beschermingsmechanisme. En hoe meer zelf, dus nieuwsgierigheid, bezieling, geduld, daadkracht, moed, je eigenlijk verzamelt, hoe groter dus dat zelf wordt, hoe, ik zeg niet makkelijker, maar wel hoe draaglijker het wordt om die dwang er te laten zijn. Nou, precies. Precies. En dit allemaal naar aanleiding van het stoppen van de podcast. Ja, maar Ja. wij kunnen wel lekker lullen. En ja, weet je, we willen natuurlijk ook wel lekker uitzendings met jou, dat mensen dat nog jaren terug kunnen luisteren. Want dat is natuurlijk precies wat je wil. Dat iedereen over 20 jaar nog weet, ja, maar jij wilde dood. Dus dat. Nou, weet je, ik zou het gewoon fijn vinden dat met elke aflevering die we maken, dat mensen daar informatie uit kunnen halen. Gehoord en gezien. Precies dat, en inderdaad. En wat ik zeg, hè, ik ben, zolang ik leef, tenminste, voorlopig ben ik gewoon bereikbaar met vragen. Want ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen het niet alleen hoeven te doen. Nee, dat vind ik ook. En Meer dat. ja, nou, je kunt altijd het e-mailadres vinden wat wij gebruiken. Dat is info@natrauma.nl. Die gebruiken we voor de podcast. En via Stichting Kea zijn we natuurlijk altijd te vinden en te bereiken. Ja, ook omdat het best wel een zware onderwerp is weer. Nou, valt best mee. Ja. De zwaartekracht ging nog niet in. We zijn nog niet gevallen. Nee, ik ben wel van de stoel gevallen. Ja? Ooit. Nee hoor. Nee, we blijven recht overeind staan. Dat was het doel van deze podcast, toch? Van deze aflevering. Recht Ja, overeind staan. Absoluut. Hebben we nog iets toe te voegen? Behalve dan dat we kunnen afsluiten. Nee, volgens mij hebben we het gedekt voor vandaag. Ja, kom alsjeblieft met vragen. Dat is eigenlijk een beetje wat we toch wel een soort van. Dan is het echt nog leuker om mensen te interviewen. Ja. Ja. Ja, en mocht het een beetje chaotisch overkomen, dat klopt, want ik heb een heel chaotisch hoofd vandaag. Ja. Zo zijn wij. En Ja. als je het leuk vindt, druk op stop en luister niet. Precies. Ja. Ja. Nou, dan zeg ik voor vandaag. Nog. Jee, dat was hem voor vandaag. Bij daar vinden wij iets van. Dank voor je tijd dat jij luistert. Wordt enorm gewaardeerd. Wil je ons steunen? Abonneer je dan op onze podcast. Laat een review achter en deel deze aflevering. Zo draag je bij aan de verspreiding van inzicht en empathie rondom dit thema. Als je na deze aflevering behoefte voelt om je eigen verhaal te delen, je mening te ventileren of gewoon te zeggen, hier ben ik, dit is mijn ervaring, bereik ons dan via info@natrauma.nl of bij Stichting Kea. Samen met Stichting Kea bouwen we aan een gemeenschap waar ruimte is voor elk geluid. Samen strijden we voor meer begrip en betere steun rondom euthanasie bij psychisch lijden. Als je steun nodig hebt, schakel dan professionele hulp in. Jouw welzijn is belangrijk. Tot de volgende keer. Blijf praten, blijf delen, blijf luisteren. Liefs, Isabel en Hans.